Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Corrie en ik vertel elke week iets over mijn leven. En jullie weten het, hè? Kleur, kleding, lifestyle, kringlopen. En ik had beloofd, want er was een paar keer verzoek geweest, om filmpjes te gaan maken in de kringloop. Dat moet ik niet doen, hè? Want weet je wat het punt is? Dat filmpjes maken is best al wel een gedoe. En het is voor mij sowieso een gedoe, want dan moet je van alles tegelijkertijd vasthouden en zo. Dus dat moet ik eigenlijk in mijn eentje niet doen. Maar weet je wat natuurlijk ook het punt is? Dan kom ik in mijn kringloop en dan denk ik, oh, ik zie hier iets leuk. Even kijken. Ik heb niks nodig, maar even kijken. Ja, ja, daar ga je. Dat is echt, dat is heel erg. Maar ik ging dus, ik heb wel een poging gedaan. Hè? Ik moet erbij zeggen, ik heb foto's gemaakt bij één kringloop. Maar dat zag er toch een beetje raar uit en ik voelde me ook een beetje ongemakkelijk. Dus ik heb me nu voorgenomen om met een vriendin die heeft aangeboden om mee te gaan. Dat we samen filmpjes gaan maken in de kringloop. Dus het komt goed. Ik ga het doen. Maar dan moet ik wel oogkleppen op hebben en werkelijk alleen maar dat doen. Want anders kom ik weer met van alles thuis. En ik had eigenlijk bedacht, ja, ik heb meer dan genoeg. Echt, ik heb echt gewoon niks nodig. Ik kan elke dag iets nieuws aantrekken. En ja, iets ouds nieuws dan, maar dat maakt niet uit. Oké, ja, maar ja. Je ziet zoiets wat leuks, hè? Het eerste wat ik zag, of weer eens een van de dingen die ik zag, dat was een vest. Hij haakt een beetje hier. Een vest. Een vest van de wollen vest. Ik denk dat het een eigen gebreid vest is. Er zit niks, geen merkjes of niks zit erin. Kijk, er zit nog zo ingebreid, zo van alles in. Het is echt wel heel leuk. Een mooi gebreid vest en wol. En het ziet er heel mooi uit. Er zitten wel elleboogstukken zitten erop. Ja, ik vond hem gewoon mooi. En als nieuw en €4,50 is dit vest. Dus deze was bij de Emmaus. Daar probeerde ik ook iets, maar idem dito, echt hetzelfde. Deze, die heb ik gevonden bij Vindingrijk. Vindingrijk, een lichtgrijs blouseje. Want ik heb dan inmiddels wel iets in mijn hoofd. Zo van, ik wil graag lichte kleding. Dus geen donkerblauw en zo, daar heb ik meer dan genoeg van. Maar iets wat licht is en wat ik dus inderdaad goed kan dragen bij alles wat ik al heb. Nou, dit blouseje vind ik een heel mooi blouseje. En dit is een blouseje van de H&M. Iets met AIDS, ik weet ook niet hoe lang dat geleden is. Maar dat is denk ik ook al heel lang geleden. Dit is een maatje M, maar het is een herenblouseje. Maar ik vond die kleur erg mooi. En ik heb nu een grijze rok aan en daar heb ik het ook op gedragen. Dus deze, dat ga ik straks ook weer op de foto laten zien. Dus dit ook €2,95 of €3,95. Toen ging ik naar Terre des Hommes. Ja, ik zeg het al. En daar heb ik dus foto's gemaakt. Maar ja, oké. Toch even kijken. Daar vond ik een overhemd. En dit is een overhemd ook van de H&M, van Log. Is het? Ik weet niet wat voor maat, want dat staat er niet in. Dit is er ook uitgeknipt. Ik vond het ook echt heel mooi. Zo. En ik vind hem ofwel voor mezelf mooi, en anders is hij voor Pensionado mooi. Dus ik weet niet of hij het wil. Ik moet het hem nog laten zien. Want voor heren is er duidelijk wel minder in de kringloop. Er is wel een klein stukje heren, maar dames is vele malen meer. Maar ik heb dus eigenlijk nog nooit echt iets. Ja, wel, ik heb een keer een vest voor hem gekocht bij de kringloop. Ik weet niet of hij het wil, maar als hij het niet wil, dan wil ik hem wel. Want het ziet er eerlijk uit als nieuw. Het is het niet versleten, nergens niks te zien. Kijk, want heel dikwijls kun je dat zien aan die randjes en zo. Helemaal niks aan te zien. Maar anders vind ik hem ook mooi, dat lichte, dat zei ik al. En ik heb gevonden een vestje van de Zara. Zijn zo van die basic vestjes met die parelknoopjes eraan. En dit is een XL van de Zara. En ik weet dat dat gewoon een goede maat voor me is. En hier is helemaal niks aan te zien. En deze was €4. Dus daar was ik ook heel blij. En ja, rood. Hè. Jullie weten, ik ben erg van het rood. Het staat me ook goed. Dan heb ik een blouseje gevonden. Een ruitenblouseje. En ik heb ook een ruitenrok. En die twee wil ik eigenlijk bij elkaar dragen. Er zit ook best wel veel rood in. En het blouseje is van C&A. Van Sixth Sense van C&A.
staat geen maat of niks in. Dat is er. Er wordt heel dicht knippen mensen dat eruit. Of ze zich dan schamen of zo, weet ik ook niet. Maar ja, yeah, ik denk 42 of zo zal het zijn. Zoiets. Maar een mooi blouseje, mooie kwaliteit. Dus, en naar mijn gevoel is hij gewoon nieuw. Het zou trouwens mooi zijn bij dat rode vest. En ik heb gevonden een gilet. Daar was ik al langer naar op zoek. Naar een gilet. Want je ziet dat eigenlijk veel op dit moment. Het is echt zo'n mode-item. En dit is een herengilet, is dit? Een grijs herengilet. Even kijken waar die van is. Nou, dat merk zegt mij niks. Een XL is het. Maar het is wel een... Want ik let altijd op dat spul. Het is katoen met cashmere. En daar val ik eigenlijk ook wel voor mooie materialen. Dus deze, die heb ik, en die is ook heel mooi bij dat grijze blouseje. En die grijs er ook. Dat staat gewoon echt heel erg leuk. En er zitten zo van die dingetjes aan, maar dat hoort ook zo. Lijkt soms alsof een... Want ze zitten namelijk overal. Kijk, hier heb je ook iets. En hier aan de voorkant heb je ook iets. Wat grappig detail zit daaraan. Dus deze vond ik ook heel erg leuk. En ik heb... deze had ik volgens mij ook nog niet laten zien. Een vestje gevonden van Peter Haan. Een vestje. En deze heb ik bij de Vindingrijk gevonden. Oh, die van daarnet, dat had ik bij Teddesom gevonden. 3 euro. En dit vestje was 3,95. Of 4,50. Nou, in ieder geval ook heel weinig. En dit is een vestje van Peter Haan. En dit is zo'n koffie met melk bruin is dit. En dat is eigenlijk het diepste donkerbruin wat ik kan hebben. En dat is vooral heel mooi met gebroken wit of zo eronder. Maar ik probeer jullie dat eens zo meteen te laten zien. Hoe mooi er dat uitziet. Ja, dat was dus Corrie gaat filmen bij de kringloop. Nou ja, dan zal ik dat nog eens een keer beloven. Hè? Maar bij deze, belofte maakt schuld. Ik ga dat zeker nog een keer doen. Maar dan met vriendin, want dat werkt gewoon beter. Werkt gewoon beter voor mij ook om dat te doen. En ja... Dat heb ik dus gedaan. Ik heb nog een heleboel andere dingen gedaan deze week. Maar ik weet niet of jullie dat leuk vinden om te weten eigenlijk. Of of jullie daar iets mee kunnen. Misschien maak ik daar een ander filmpje over. Of jullie dat behalve kringloop ook andere dingen leuk vinden. Want ik was namelijk... ik dacht van ja, straks krijgen we een hele lockdown. Ik moet zorgen dat ik wat te doen heb. Als ik eens even niet weg kan naar de kringloop of zo, moet ik iets anders kunnen doen. En toen heb ik Ecoline gekocht om te gaan verven. Ik ben wel heel creatief, maar niet met verven of tekenen of zo. Maar ik wilde dat eigenlijk proberen, omdat ik ooit een kinderverhaaltje heb geschreven. Een scheppingsverhaal. En daar wilde ik iets mee doen. Dus... Nou ja, als jullie het leuk vinden om te weten hoe ik dat allemaal ga doen en zo, dan wil ik van dat proces ook wel iets filmen. Maar het zou leuk zijn als jullie daarop reageren. Want, dat moet ik wel zeggen, jullie reageren heel veel. Ik heb ineens ook heel veel abonnees voor mijn doen. Ik kan binnenkort weer aan de taart, hoor. Dat gaat ontzettend snel, dat zie ik nu al. En daar ben ik echt ontzettend blij mee. Dat vind ik heel erg leuk. Leuk dat jullie reageren. Leuk dat mensen die ik totaal niet ken de moeite nemen om mij... een reactie te sturen om dingen te vragen of te zeggen van, oh, dat staat je leuk. Of dat petje staat je leuk of zo. Het is echt super, super leuk. Dus dank jullie wel daarvoor. Als je nog niet geabonneerd bent, als je het dan wilt doen, heel graag. En anders een duimpje omhoog en zo. Maar anders dan zie ik jullie graag volgende week weer. Met een nieuwe video. Wie weet over Ecoline schilderen of wat dan ook. Of hoe ik dat precies ga doen. En mijn eerste schreden op... een creatief pad wat ik nog nooit bewandeld heb. Of anders weer over de kringloop. Of misschien hebben we dan ook al wel een filmpje. Dat hoop ik in ieder geval. Ik blijf er in ieder geval mee bezig. Dus blijf gezond en tot volgende week. Dag!